Loonsverhogingen van 5 tot 7%. Als het aan de Nederlandse bank ligt, is dat hoe werkgevers hun werknemers moeten compenseren in deze financieel zware tijd. Maar krijgen werknemers dat ook? En wat zijn andere manieren waarop zij hun personeel te hulp kunnen schieten? Niet alle bedrijven kunnen het betalen, simpelweg. Omdat zij ook met hogere energieprijzen te maken hebben. Ook met gestegen prijzen die ze niet kunnen doorberekenen in hun prijzen. Ja, en als je het geld niet hebt, dan kun je je werknemers dat natuurlijk ook niet toestoppen. Veel werkgevers kiezen voor een eenmalige uitkering. Hè? Gewoon een bedrag dat je op je rekening krijgt als werknemer. Dat kun je eigenlijk op 2 manieren doen. Je kan het via het loon laten lopen. Heeft wel als nadeel dat je dan ook flink wat belasting moet afdragen, hè, als werkgever. De tweede optie is dat je het via de werkkostenregeling overmaakt. Dat is fiscaal veel aantrekkelijker. Maar niet elke werkgever heeft nog ruimte over in die werkkostenregeling. Ja, we horen de werkgevers AWVN, hier zeggen dat niet alle werkgevers die ruimte hebben. Nee. Jij herkent dat beeld dus ook? Ja, zeker. Over welke bedrijfsgroepen hebben we het dan? Ja, in de volle breedte. Er zijn hele sectoren die hebben al zwaar geleden onder 2 jaar corona. Neem de stomerijen. Die hebben bijna geen stoomgoed gekregen, krijgen nu ook bijna geen stoomgoed. Worden wel geconfronteerd met enorme energierekeningen. Ja, je kan moeilijk €200 voor een jasje stomen vragen. Dat gaat gewoon niet. Nee. Dus, schade- en herstelbedrijven, even mijn bovenpet op. Die hebben allemaal afspraken met leasemaatschappijen. Die liggen vast, kunnen hun prijzen niet verhogen. Gasprijs gaan naar 200, 300, 400% gaan omhoog. En ja, dan kun je dus geen deuken meer uit auto's halen. Nee, maar er zijn natuurlijk ook genoeg bedrijfsgroepen waar dat wel kan. Die wel en geld hebben verdiend in coronatijd en die de prijs gewoon omhoog hebben gegooid. Ja, en dus die ruimte hebben om dat te doen. En daarvan merk ik dat ze het ook echt doen. Ja. Ook als ze het zwaar hebben gehad tijdens corona, maar dit jaar gewoon weer een goed jaar hebben gedraaid. Die bedrijven doen ook echt wat ze kunnen. Want iedereen ziet hoe zwaar werknemers het hebben. En er zijn diverse bedrijven die ook uit zichzelf een extra energie toepas geven, als het ware. Ja. En dat is ook nodig, want bij ons... We hebben het hier aan tafel ook al gehad met Jacob Vonhoff en Lina Marijnus. Ze zat er toen, daar waren zij ook voor. Dat is een mogelijkheid, maar die wordt pas bij 1 januari wordt die weer opgetopt. Ja, dat is dan weer net niet goed voor de kerstperiode. Ja. Maar waar denk je dan toch dat deze oproep van Klaas Knot vandaan komt? Want dat komt toch niet uit het niets? Ja, die komt uit een briefje, uit de statistieken die hij op zijn bureau krijgt. En denkt, oh, nou, dat kan makkelijk. Ja. Weet je wat, het zijn altijd van die... One shot, alsof de hele wereld een one size fits all aanpak kan krijgen. Dat is niet zo. Nee. Als we dan toch, want ik snap helemaal, u neemt het natuurlijk op voor de werkgevers. Dat is ook wat u veel om u heen ziet. Maar het leven wordt gewoon duurder voor werknemers. Sterker nog, wat ik wilde zeggen zojuist. Alleen in de gemeente Gouda hebben 5000 mensen een energietoeslag aangevraagd. Dat zijn allemaal huishoudens die keihard in hun portemonnee worden geraakt. En voor je het ook sappel is, hè, want er is ook een grote groep in Nederland. Maar neem dan de energiekosten. Het kabinet slaagt er niet in om dat maatgebonden aan te bieden. Dat snap ik ook heel goed. Dat is heel erg lastig. Maar de energiemaatschappijen moeten dus wel doen. Die nemen eigenlijk de taak van de Belastingdienst nu over. En die zitten nu dat uit te keren. Nou, maar de realiteit is dat die energiekosten die gaan niet meer omlaag. Ze gaan wel wat omlaag, maar ze worden niet zo laag als dat ze eerder zijn geweest. Dus onderaan de streep hebben we gewoon hogere kosten. Zeker. Moeten we daar niet door werkgevers ook een beetje voor gecompenseerd worden? Nou, wat ik vind dat de overheid nu ook een soort crisishouding had moeten aannemen. En bijvoorbeeld die werkkostenregeling hadden ze gewoon naar voren moeten halen. Zodat werkgevers wel belastingvrij iets meer konden doen. En een werkkostenregeling even heel kort uitgelegd? Ja, dan kun je belastinggunstig... Kijk, als ze nu een eenmalige uitkering geven, ja, dan gaat gewoon in een slecht geval de helft. Of met toeslagen zelfs... Dat wordt opgegeven door de belasting. Ja, en dat is gewoon niet nodig. Maar of eigenlijk hadden ze ook bijvoorbeeld een regeling kunnen doen dat werknemers bijvoorbeeld 4 uur per week onbelast extra konden gaan werken. Want we hebben een krappe arbeidsmarkt. Heel veel werkgevers hunkeren naar extra werkuren die gedaan kunnen worden. Als de overheid, nou, dan hadden ze 2 vliegen in 1 klap. Dat zou een hele goede zijn, dus gewoon iets meer werken. En heel veel werknemers willen dat ook heel graag. Ja. Maar dan liggen de bonden weer dwars. En dus die kunnen ook wel een iets reëlere houding aannemen. Vind ik ook. Maar de overheid had ook een reëlere houding aan kunnen nemen. Die hadden ook deze crisis kunnen zien aankomen en daarop anticiperen. Op een manier die de hele samenleving ten goede komt. Ja, maar dat is nu natuurlijk wensdenken. Voor volgend jaar gaan we zien wat ze dan voor ons in petto hebben. Wat kunnen werkgevers nu doen, los van die werkkostenregeling, om mensen toch een beetje tegemoet te komen in die kosten? Ja, wat het allerbeste is,
Want 9 op de 10 werknemers die bespreken hun financiële problemen niet met de werkgever. Dat is ook logisch. Ik bedoel, daar ga je ook niet. Maar een werkgever heeft er wel problemen mee. Want een werknemer met financiële problemen kost een werkgever gemiddeld 13.000 euro per jaar. Gewoon verminderd concentratieverlies. Echt waar? Dat is een flink bedrag. Ja, dat is heel veel. Maar wat ik het mooiste vind, is als een werkgever een paar budgetcoaches garandeert dat hij ze betaalt. Mm-hmm. En dat de werknemer anoniem bij die budgetcoaches terecht kan. Ja. Als hij geholpen wil worden. En het liefste, als het nog kan, doe gewoon een kaartje in de kerstpakketten. Ja. Die je nu morgen wellicht uitdeelt. En zet gewoon op het kaartje van dit zijn budgetcoaches. Wij betalen ze. Je kunt er anoniem terecht. Wij hoeven het niet te weten. Ja. Want dat anoniem is dan natuurlijk wel belangrijk. Want je vind ik wel. Er zit schaamte op een stukje stille armoede in Nederland. Ja. 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 Hoe gaat dat eigenlijk bij de gemeente Gouda? Wat deelt de gemeente uit aan extraatje voor ambtenaren? Ja, wij hebben als gemeente besloten, overigens ook in de regio Midden-Holland, waar ik voorzitter van ben, om de ambtenaren een extra toelage te geven. Vooruitlopend op de onderhandelingen die nog lopen voor de gemeentelijke CAO's. Oh, ja. Dus een extra toelage? Ja. Ja, maar dat is keihard gewerkt. Want ik snap wat je zegt over de overheid, maar ik wil dat toch ook even opnemen voor onze mensen. Mm-hmm. Er is zo hard gewerkt. Nachten doorgehaald om de coronapakketten klaar te krijgen. Om te helpen, om de toeslagen en extra hulp voor de ondernemers toch mogelijk te maken om ze door die zware coronatijd heen te krijgen. En uiteindelijk zijn de budgetten van de overheden ook eindig. Ja, ja. En het is belastinggeld, dus het moet ook worden teruggegeven. Ja. Ja, dus dan toch de werkgevers. Maar die doen het, hè? Die werkgevers, ik ken geen werkgevers. Ja. Ik heb 10.000 leden bij BOVAG bijna. Ik ken geen werkgevers die niet zitten te puzzelen en te peinzen hoe ze zeker tegen het eind van het jaar hun werknemers erbij kunnen houden. En dat is wat u ook herkent in de mensen. Absoluut. Nou, we zijn er.